leuk, zo'n stadseiland. Maar wie neemt nu welke rol in het gebruik en beheer daarvan? Na een jaar lang experimenteren gingen de gemeente Nijmegen, het Rijksvastgoedbedrijf en Rijkswaterstaat om de tafel om afspraken te maken. Dinsdag ondertekenden de drie partijen een convenant om hun samenwerking vast te leggen. Nou, de rol van Nijmegen wordt dat wij verantwoordelijk worden voor de openbare ruimte en alles wat daarmee bij komt kijken. Maar ook dat wij de toegangspoort voor organisatoren en bewoners zijn als ze daar iets willen organiseren. Mensen hoeven dus niet te denken bij wie moet ik zijn. Ze kunnen bij de gemeente aankloppen. Dus wij worden gebiedsregisseur. Als het gaat om afval bij evenementen gaan wij er echt vanuit dat de organisatoren hun afval gewoon beheersen en zorgen dat opgeruimd wordt. Maar als het gaat om onze bewoners ga ik er eigenlijk vanuit en ik doe een dringend beroep op hun om hun eigen rotzooi mee te nemen. Niet daarachter te laten. Het is niet leuk voor mensen die daarna komen. En ook niet leuk voor natuurlijk het vee wat daar gaat rondlopen. Maar we zullen ook zorgen voor vuilnisbak, zodat mensen het ook kwijt kunnen. Ja. De huurprijzen worden bepaald voor het doel waarvoor iets gehuurd wordt. Dus op het moment dat daar een grootschalig evenement is, zal die prijs afhangen van wat daar gebeurt. Wat daar de commerciële waarde van is. En wordt de huurprijs daarvan afgeleid. Is iets kleinschalige, dan zal die prijs erop aangepast worden. Rijkswaterstaat heeft hier vele gronden. Gronden die voor ons ook van belang zijn in het kader van als er straks toch hoog water wordt. Want uiteindelijk hebben we deze gul aangelegd voor de veiligheid. Om te voorkomen dat niet het water over de randen van de rivier komt. Maar onze rol is om dat te borgen en te zorgen dat die gronden daar ook de mogelijkheden zijn straks als het nodig is om het water daar te laten komen. Maar goed, grote delen van het jaar is het daar droog. En is het ook de bedoeling dat daar gebruik van gemaakt wordt, dat mensen daar recreëren enzovoort.